Yo, Nintendo fans! Vandaag ga ik uitleggen hoe je in Pokémon Sword and Shield de Crown Tundra DLC legendaries kan vangen. En niet alleen legendaries, maar hoe je die ook shiny kan vangen. Daarvoor moeten we even hier naartoe. En kijk, daar staan ze al te wachten. We zijn in de Max Lair. Dit is dus als je de eerste keer hier binnenkomt, dan gebeurt dit. En dan zegt deze mevrouw, meneer, ik kan je er niet binnen laten. En Peony zegt, jawel, jawel, mijn dochter is daar binnen. Mevrouwtje zegt, ja, dat begrijp ik, maar Peony zegt, maar wat, ik ben op zoek naar avontuur en dat gebeurt hier. Nou, bla 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 bla. Dan komen wij eraan. En op een gegeven moment zegt het mevrouwtje, nou, jullie kunnen ook samen naar binnen gaan om Nia te zoeken. En dan mogen we samen naar binnen. Dan begint ze uit te leggen hoe je op een Dynamax avontuur kan gaan hier in de Max Lair. Dit zijn ondergrondse gangen. En je moet samen met 3 andere trainers hier naar binnen gaan. En je krijgt 1 Pokémon mee. En dat is niet een Pokémon van jezelf, maar een Pokémon die je gegeven wordt. En onderweg krijg je de kans om die Pokémon soms te ruilen. Je moet daarin dus 4 Max Raid Battles doen. En uiteindelijk kom je een Legendary tegen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En als we strakjes bij die Legendary uitkomen, dan ga ik jullie uitleggen hoe je die Shiny krijgt. En oh ja, laat vooral even weten wat jouw favoriete Legendary Pokémon is. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En hij rent weg. En Pio die zegt, hier komt papa. Ik kom hier vinden Nia. En dan is hij alsnog alleen weggegaan. Lekker handig. Mevrouwtje zegt, hij lijkt wel op Chairman Rose. Alleen zijn attitude niet. Nou, we moeten hem dus gaan zoeken. En daarvoor moeten we hier naar binnen. Dus laten we gaan. Vervolgens moet je allemaal gaan kiezen welke Pokémon je meeneemt. Er is nu nog een keuze uit een Machoke, een Lippard, een Rebombi. Ik ga voor healing. Ik ga voor Rebombi. Rebombi kan healen met Pollen Puff. Oeh, en nu krijgen we een Slowking. Iemand kiest gewoon een Clefairy. Serieus? Oké, en dit zo ziet het er dan dus uit. En uiteindelijk kom je daar bij een Ghost Legendary. Zullen we Giratina gaan tegenkomen? Dat zou wel sick zijn. Nou, we mogen nu een kantje kiezen. Volgens mij mag ik een kantje kiezen. Dan gaan wij die kant op naar Normal. En dan mogen we nu tegen een Normal type Pokémon. En dat is deze normale Linoon. Miltank gaat even Dynamaxen. Let's go, Miltank. En dan moeten wij dus nu met z'n vieren deze Linoon verslaan. En dan straks nog tegen andere Dynamax Pokémon gaan battelen. En het uiteindelijk kom je uit bij de Legendary. Dit kan je best met online mensen doen en niet met random gewoon NPC's. Dus niet met offline characters, want meestal zijn die niet zo heel goed. Machoke gaat voor Dynamic Punch. Kijk, dat is lekker. Die is super effectief. Ondertussen doet Linoon echt een kansloze aanval. Pin Missile op de gedynamaxte Miltank. Dat schiet toch niet op. Het is wel fijn dat we een Miltank hebben trouwens, want dat is gewoon echt een tank Pokémon. Die kan heel veel damage pakken. Ik heb een healing move. Ik kan met Pollen Puff kan ik mijn allies healen, dus dat is ook ideaal. En die andere twee moeten gewoon lekker damage gaan doen. Kijk, die Machoke die gaat lekker voor Rock Tone. Dat snap ik dan weer niet. Waarom ga je niet gewoon voor dezelfde move? Die was namelijk super effectief. Oeh, de persoon die heeft een gouden pakje. 2 mensen hebben hier zelfs een gouden pakje. Wat een vet pakje was dat zeg. Ik wil ook zo'n pakje. Miltank gaat nu voor Max Starfall, hopelijk. Nee, we hebben hem nog steeds niet verslagen, die Linoon. En die Linoon gaat los, hoor. Hij gaat nu Slash gebruiken op mij, op Rebombi. Ja, dat vind ik dan niet zo chill. Machoke doet Payback en dan is het bijna klaar met Linoon. Ja, Magical Leaf van Clefairy. Hoppakee, de eerste hebben we nu verslagen. Nu kan je deze dus vangen. Het maakt niet uit welke bal je gooit. Je vangt hem namelijk altijd. Je kan hem gewoon letterlijk met een Pokéball vangen. En je vangt hem gewoon alsnog. Geen probleem. Kijk maar, daar gaan we. Hoppakee. Geen probleem, we vangen hem gewoon. 1. En ja, daarna. Dus hij heeft maar 1 tikkie nodig zelfs. En aan het einde kan je dus kiezen welke van de verslagen Pokémon je mee gaat nemen. Nu kunnen we eventueel swappen voor Linoon. Nou, dat ga ik niet doen. Ik ga niet ruilen voor Linoon, want ik vind mijn Rebombi beter dan die Linoon. Oeh, nu mogen we tegen de Munchlaxie. Nou, we hebben nog steeds een Machoke. En die Machoke die maakt denk ik gehakt eigenlijk van deze Munchlax. Dit is de tweede battle die we gaan doen. En ik ga nu voor Pollen Puff op Munchlax. Als ik die op de tegenstander doe, dan doe ik hem damage. Doe ik hem op een van mijn allies, dan heal ik hem. Nou, dit gaat op zich wel lekker. We hebben Munchlax al voor 1/3 kapot. Ik weet niet wat Munchlax nu doet. Oh, die gaat Machoke even pijn doen. Kijk, en nu ga ik dus Machoke healen strakjes. Dus het is belangrijk dat er ook altijd 1 iemand tussen zit die kan healen. Dus ga ik nu Pollen Puff op Machoke doen. Ik ga niet Dynamaxen, ik laat een van mijn allies Dynamaxen. Kijk, en dan heal ik dus nu Machoke. Dat is echt super chill. De Machoke is gewoon weer vol, hoppakee. En dit is hoe je dus die raid battles doet. Want als een van jouw allies down gaat, dan kost dat een punt. En heb je 4 punten weg, dus zijn er 4 hartjes weg, dan is het klaar. Dan moet je gewoon overnieuw beginnen. Dan houdt het op. Hoppakee, nog een keer Pollen Puff op Munchlaxie. Play Rough op Munchlax. En zo gaan we Munchlax pakken, jongens. Rock Tom erbovenop. Ik snap eigenlijk niet waarom hij geen fighting moves doet. Want dan zou het veel sneller gaan. Kijk, we hebben trouwens Kittens.
Kijk hoe cute. Kijk hoe lief. Dat is Pearl. Ze heette Mitzi en Pearl. Van Animal Crossing natuurlijk. Mitzi vindt het heel leuk om met mijn voeten te spelen. Hallo, Mitzi. Aww. Nou, dit was het dan, denk ik. Nee, je leeft nog steeds. Munchlax gaat nog niet kapot. Hoppakee, dan maak ik zelf Munchlax wel even kapot. Nou, ook deze kan je gewoon weer vangen. Kan je met een bal doen die je zelf het mooiste vindt. Je kan elke bal uitkiezen. Bijvoorbeeld ook een Premier Ball. Geen probleem. En ook weer met één tikkie. Dan is dit gewoon... klaar. En kan je door naar de volgende Dynamax Battle. Nou betekent het niet dat ik nou gelijk deze eerste twee Pokémon heb. Ik heb de Lanoon en de Munchlax nog niet per se gevangen. Ik ga ook weer niet ruilen. Ik blijf bij deze healing Pokémon. Die hebben we gewoon nodig in dit team. Maar aan het einde, als je dus de vier Pokémon hebt verslagen, dan moet je kiezen wie je meeneemt. Dus één van die vier, die krijg je maar. Nou, we nemen blijkbaar het Poison Pad. En de derde battle is tegen deze Skuntank. I love Skuntank. Ik vind Skuntank echt super grappig. Nou ben ik benieuwd of ik een probleem heb hier. De Munchlax is in ieder geval meegenomen en die wordt gelijk gedynamaxed. Ja! Ik doe even fake tier, zodat ik de special defense lower van die Skuntank. En hopelijk doen mijn maten dan special aanvallen. Miltank doet Thunder Wave, zodat hij ook geparalyzed raakt. En Machoke, ja, doet een Dynamic Punch, dus die gaat voor een Physical Attack. Oh, en hij is nu ook nog confused. Dat is lekker. Die Skuntank heeft grote problemen. Oeh, ja, kijk, hij doet mijn... ja, hij doet wel pijn. Die poison aanvallen, die vind ik niet chill. Ik ga even een Draining Kiss doen, zodat ik hopelijk zelf weer HP terugkrijg van die Skuntank. En dan hoop ik dat het genoeg is. Dus even kijken. Ja, kijk, nu ben ik zelf weer vol. Dat is super relaxed. Miltank, die gaat melk drinken. Ik denk dat hij ook zichzelf hield. Ja, yeah. Dat was nog niet nodig, denk ik, maar oké. Okay. Skuntank is nog steeds confused. Ga je jezelf raken? Kijk, top. Skuntank gaat even zichzelf raken. En Munchlax doet Max Flare. Bam, lekker. Dan zal ik weer even onze Machoke gaan healen. En dan gaat het wel hard. Dan hebben we deze derde Pokémon ook bijna verslagen. En dan, jongens, dan komen we bij de Legendary aan. Ja, ja. Munchlax gaat lekker door met Max Flare. Helemaal top. Pak hem maar lekker aan. Goed zo. Nog een pollen puff op zijn hoofd. Ja hoor. En kijk, deze kleine Rebombi sloopt gewoon even deze Skuntank, hè. Nice. Hoppakee. En Skuntank is ook gevangen. Maar nogmaals, we hebben niet deze drie Pokémon nu al in onze bank staan. Zo werkt het niet. Heel goed. De Machoke is nu geruild voor een Skuntank door een van mijn maten. Dat is natuurlijk handig, want aan een Machoke heb je niks tegen een Ghost-type Pokémon. En hier, nu, de battle tegen de Legendary Pokémon. En deze Legendary Pokémon is... oh. Oké, het is een Ultra Beast. Blaze Fallon. Hier kan je nog niet zien of die shiny is, jongens. Je moet dus eerst deze Pokémon verslaan. In deze battles zie je niet of een Pokémon wel of niet shiny is. Dat zie je pas later. Ik kan hem dus niet aanvallen. Dat is wel een beetje jammer. Nou ja, ik kan hem wel aanvallen, alleen het heeft niet zo heel veel zin. Er wordt in ieder geval gedynamaxed en ik hoop dat het een goede keuze is. Ja, ik denk het wel. Kijk, deze Skuntank gaat eventjes dynamaxen. Dat is top. Ik doe een Pollen Puff, maar dat doet niet heel veel damage. Blaze Fallon doet een Fire Blast. Oh, daar gaat mijn Rebombi. Ja, dit wordt een probleem, denk ik. Er wordt een Thunder Wave nu opgegooid. Ik wist ook niet dat hij vuuraanvallen had. Hij krijgt nu in ieder geval Max Darkness op zijn hoofd. Kijk, en dit is top. Dit is top. Die Max Darkness, die gaat hem keihard slopen. Ik kan alleen maar juichen. En het is maar beter dat ik juich, want anders word ik gelijk keihard nog een keer gesloopt, denk ik. Let's go! Miltank doet een Mega Kick, maar dat werkt helemaal niet, Miltank. Dat werkt niet. In ieder geval, Max Darkness werkt wel. Kijk maar. Hoppakee. Oh, nog eentje op zijn hoofd en dan is het klaar. Het mooie is, als jij een shiny charm hebt, dan is de kans 1 op 100 dat jij een shiny Pokémon vindt. Dus dat is best wel oké. Een kans van 1 op 100 bij inderdaad ook een legendary Pokémon. Of jij die wel of niet shiny gaat vinden. Ik vind dat best wel nice. Ik vind dat best wel hoge odds. Dat is heel, heel hoog. Nogmaals, hier ga je dat nog niet kunnen zien. En we moeten nog wel eventjes flink aanvallen, denk ik. Want hij heeft nu ook onze Skuntank gesloopt. Hij gaat nu voor Mystical Fire. Oh nee. Oh nee, Miltank verliest het ook. We moeten nu aanvallen. Hij doet een Thunder Punch. Oh, maar hij is nog niet kapot. Nee. Oh, Munchlax en Rebombi moeten nu echt kapot maken. Hopelijk zijn wij sneller. We moeten nu gaan aanvallen. Ja, hij is paralyzed. Dus als het goed is, zijn wij sneller. Omdat hij dus paralyzed is. Onze defense is in ieder geval omhoog. Dat is fijn. Ik doe nu een Pollen Puff. Ja, ik heb hem verslagen. Blaze Fallon is down. En nu kan je hem dus gaan vangen. En je vangt deze dus ook gegarandeerd. Alle Pokémon die je tegenkomt hier in deze dungeons, die vang je gegarandeerd. Dus je kan gewoon een mooie bal uitkiezen. Eentje die je vet vindt. Bijvoorbeeld een Premier Ball. Die gooi je gewoon bovenop zijn bakkes. En dan vang je hem gewoon. Kijk, hoppakee. Daar gaan we.
1 en klaar, toch? Of gaan ze het nog spannend maken? Oh, ze gaan het nog soort van spannend maken. Kijk, 2 en 3. En uiteindelijk heb je hem gewoon gevangen. Zo werkt dat in de Crown Tundra. Super nice. Deze vang je standaard. Maar nu heb je hem dus nog niet per se. Je komt nu namelijk in dit schermpje. En hier kan je gaan kijken of er één van die 4 shiny is. Helaas. Ik heb geen shiny Pokémon. Maar dan moet je eigenlijk niet de Legendary meenemen. Want een Legendary Pokémon kan je maar 1 keer vangen. Daarna kom je hem niet meer tegen. Of misschien kom je hem wel tegen. Maar je kan hem in ieder geval niet meer vangen. Dus als je deze Blaze Fallon shiny wil hebben, moet je hem nu niet meenemen. Laten gaan. Kies een andere om mee te nemen. En hopen dat je volgende Blaze Fallon wel shiny is. En dan neem je hem natuurlijk wel mee. En zo kan je elke Legendary Pokémon shiny krijgen. Met een kans van 1 op 100... als jij een shiny charm hebt. Dus ja, die Blaze Fallon, die neem ik gewoon lekker niet mee. Ik heb alleen deze Linoone nog niet, de normale versie. Dus ik neem lekker Linoone mee. Select. Ja, we nemen Linoone mee, zodat we Blaze Fallon gewoon nog even kunnen gaan shiny hunten. Je krijgt wat Dynite's Ore en wat andere dingetjes mee. En dan zie je net dat de data wordt geëdit aan de Pokédex. Dus ja, dan hebben we Linoone meegenomen. En dan kunnen we de volgende keer gaan hopen dat die Blaze Fallon wel shiny is. Nou, als je dan voor de eerste keer zo'n dungeon hebt gedaan, dan kom je dus Nia tegen. En die zegt van, kwam je mijn vader tegen? Of was mijn vader niet met jou? Of waar is je vader? En Pionia die zegt van, ja, nee, er zijn hier heel veel battles. Ik ga maar lekker bezighouden met die battles. Ze zegt zelfs, jij bent een goede trainer. Neem jij de zorg van mijn vader op je? Nou ja, laten we dat doen. We gaan gewoon chillen met haar vader. We komen haar vast nog wel een keertje tegen. Doei! En Peony, die ligt hier bij de ingang. Kijk hem nou. Hij is helemaal verrot. Hij is helemaal kapot. Het is klaar met Peony. En wij gaan in de volgende aflevering even checken hoe het met Peony gaat, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Dat jullie hebben geleerd hoe je shinies krijgt van de Legendary Pokémon. Wil je meer video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. En laat even een reactie achter met wat jouw favoriete Legendary is. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!